anderhalve meter gesprek met... John van Leeuwen van Obst und Gemüse, huiskamerrestaurant. Sinds kort afhaalrestaurant. Coronatijd, hè. Hoe voel je jezelf erbij? Ik voel me eigenlijk hartstikke goed. Niet verkouden? Niet verkouden. Okay. Een beetje last van hooikoorts, maar dat heb ik altijd. Ik ben 2 weken bezig en het loopt redelijk. Ik heb ongeveer iets minder dan 40%. Zo. Dan kan je veilig binnenkomen. Ik serveer salades, verschillende soorten salades. Van Waldorf salade tot eiersalade en alles wat ertussen zit. En ik maak een warme maaltijd. En in een warme maaltijd, ja, dat varieert per week. Maar er kan van alles in zitten, zoals zoete aardappel met kikkererwten. En kokos, seitan of tofu. Dus heel gevarieerd en gezond eten. Geen vlees? Nee, geen vlees. Want dat is niet mijn ding. Net na de val van de Berlijnse muur kwam ik in Berlijn. En daar liep ik in de Oranjeburgerstraße. En daar liep ik naar een groentewinkel. Want ik dacht dat het de groentewinkel was. Want er stond nog heel redelijk geschreven Obst und Gemüse. Dus ik liep naar binnen om een sinaasappeltje te kopen, maar het was een lunchroom. En de sfeer was zo geweldig, dus iedere keer als ik in Berlijn kwam, ging ik daar lekker terug. Lekker lunchen, lekker kijken. En ja, toen dacht ik dus 3 jaar geleden, ja, dat moet het natuurlijk worden. Obst und Gemüse. Die anderhalve meter, wat vind jij dat moeilijk? Nee. Nee hoor, dat is niet moeilijk. Wat ik in de stad voel, is dat, dat je voelt afstand. Maar ik zie ook dat mensen wat vriendelijker worden tegen je. Ze lachen meer naar je. Dus dat vind ik heel bijzonder om dat te zien. Een tijd voor bezinning. Want er komen ook wel goede elementen uit. En daar geloof ik eerlijk in. Misschien was het ook wel goed voor de mensheid. Wat vind jij het mooiste van deze tijd? De rust. Dat vind ik het allermooiste. Ja. En ik zie ook dat de mensen wat rustiger worden. Niet meer zo opgefokt. Goeie tijden. Goeie tijden.